Hoi en leuk dat je in deze nieuwe video. Dit keer geen paardenvideo, maar iets heel erg anders. Ik ben namelijk in Schellinghout. Schellinghout. We zijn bij Last Man Standing van Mind. En Mind is een organisatie die opkomt voor psychische problematiek. En Last Man Standing is een best wel spectaculair evenement, al zeg ik het zelf. Zeker. Dit is Nina en Nina is ook mee. Dit keer is het ook geen Saressa stand, maar de Strong Like a Fighter stand. Ik hoop dat je het hoort met de wind. Hierachter staan ongeveer 100 mensen op een paal, 6 uur lang. En hebben zijn geld aan het ophalen voor bekendheid van psychische problematiek onder jongeren op scholen. Dus al het geld wat zij ophalen gaat naar een organisatie. Ja, naar de Mind Young Academy. En dat zorgt ervoor dat psychische problemen bespreekbaar kunnen worden in de klas. Ja. Dus dat vind ik een super goed doel, want dat is ook iets waar wij tegenaan lopen. En ja, weet je, ik ben hier niet voor niks. Ik heb natuurlijk ook mijn dingetjes en dat weten veel van jullie ook wel. Maar er hangt hier zo'n fijne sfeer en het is zo leuk. En ik ben Norma. Norma staat lullen. Dus nee, maar wat ik ook nog wilde zeggen is dat ik het ook wel een keer heel erg leuk vind om op een andere manier een evenement te bezoeken. Namelijk niet als Saressa, niet als Nienke met Contessa, maar gewoon een keer als... Ja, als bezoeker en nou ja, toevallig dan wel in een stand. We zijn ook een aanspreekpunt voor mensen die willen kletsen en zo. En ja, het is gewoon echt te gek. En ze staan al een kwartier op de paal. Dit is Naomi, of niet Naomi? Oh, hi. Dit is de stand. Kenza heeft tasjes. Met self-love is the movement. En bakjes. Armbandjes. Er staat hashtag strong like a fighter op. En t-shirts. Draai om. En daar staat op, never back down. Heel goed. En dan staat hier inderdaad Strong Like a Fighter. En dat is hoe Kenza's kanaal heet. Je doet goede dingen, meid. Goed doel. Goeie actie. Succes, chick! Oh ja, striptease! Ja, maar we moeten wel. Succes, kind! Dankjewel! Oh, ze staan al! Jongen. Rennen! Pak je moment! Pak je hoofd ermee! Ik ook! Ik ga naar beneden gaan, vreus! We can do this! Kent, never back down, niet het water in! Come on, Kent! Come on, Kent! Is het koud? Ja. Jij ook succes! Hartelijk welkom hier. En we zijn er mede zo blij mee dat jullie hier zijn. Niet alleen omdat we graag hier evenementen naartoe halen, maar vooral omdat we als gemeente het doel wat jullie nastreven helemaal onderschrijven. Het is zo belangrijk dat psychische problemen onder jongeren bespreekbaar worden gemaakt. Juist ook op school, in de klas. En daar leveren jullie een bijdrage aan. Geweldig. Ja, dat belang kan eigenlijk niet overschat worden wat mij betreft. En ik zou zeggen, als het dankzij deze actie lukt om een paar jongeren uit een depressie te krijgen, dan is het volgens mij al de moeite waard. Fantastisch. Ik wens jullie ontzettend veel succes. En ik hoop dat jullie hier volgend jaar ook weer zijn. Oké, dames en heren, we gaan echt beginnen. Waar is de klok? Hier komt de klok, dames en heren. 60 seconden. 5. 4, 3, 2, 1. Took me down, took my breath. Die met Aria, die is echt... Ja, deze, dit is gewoon ons, gewoon wij. Maar echt, gewoon wij.
daar weer naar school ga, dan vindt iedereen het nog grappig ook nog. Ja. En deze staat... is ook wel schattig, dat kleurtje. Die zijn... ja! Die zijn leuk, hè? Die zijn echt geweldig. Hier met PTSS erop en zo. Nou. Heel afst. Ja, wauw. Mooi. Dat is 10 euro. Dat zijn 5. En die ONP, daar legde die mevrouw naar uit. Die was voor ogenschijnlijk normale persoonlijkheid. Past ook in het rijtje. Kijk dan. Jongens. Fantastisch. My life. This is my life, my life. My life, my life. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. No, I'm not insane. You deserve a better man. Woo! Let me just hold your hand once more. Yeah. Oh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you. Wat hebben wij gekocht? Bam, bam, bam! Voor alle ADHD'ers onder ons. Dat is oké. Okay. Het is oké, okay. Je mag er zijn. Jij ook. Jij bent een ander geval, maar jij mag er ook zijn. Ik ben een ander geval. Nee, ga weg. Jij bent ook een ander geval, maar jij mag er ook zijn. ADHD, ADHD. Ik ook niet! Ik ook niet! En daar is een ik was even in mijn eentje aan het dansen en niemand deed mee. YMCA. YMCA. Ja, nu mag ik echt performen ook gewoon. Kent als onze perform queen. Zijn deze t-shirts groot? Ja! Of met iemand die dichtbij je staat. En dat hoeft ook niet de hele... De laatste stelling is... Psychische problemen kun je alleen zelf oplossen. Oké, okay. Je bent het er mee eens, toch? Ja, niet dat je het alleen moet doen, maar wel dat je het zelf moet doen. Uiteindelijk, als jij zelf niet wil veranderen, dan gaat niemand dat voor jou doen. Uiteindelijk moet je wel zelf het werk doen, zeg maar. En daarmee kan je zoveel mogelijk hulp inschakelen. En doe dat ook zeker. Maar ja, uiteindelijk doe je het zelf. Oké, dankjewel. Is er ook iemand die er niet... Zwarte shirts zijn best leuk, maar ik heb een zweetplekken. Dat is echt... En dan zegt ze, ja, je armen mogen, maar dan ziet iedereen het. Maar even blazen dan. Storm like fighter. Nee jongens, het is hier zo leuk. Volgend jaar ga ik echt op die paal staan. Echt waar. Met deze kinders. Ga jij ook volgend jaar staan? Yes. Team Strong Like a Fighter. Ja, echt superleuk. En het is ook gewoon zo'n ander evenement als normaal. Het is echt heel leuk. De sfeer is hier zo fijn. En kan iedereen lekker kletsen en zo. Beetje praten. Zo gaat de YouTubers live. Ken jij wel, Kens? Maar jouw vlogs zijn altijd heel kort. Ja, love it. Hoe verdien je geld dan? Ik verdien geld. Oh, ja, daar ga je. Ja, daar ga je. Daarom sta je er zo bij. Nee, grapje. Wow, die was slecht. Geloof ik ook in jullie. Anders doe ik dit niet. Ja, ik ken geen twijfeltaal. Ja, twijfel bestaat. Twijfel staat altijd klaar voor jou. Ja, sta jij klaar voor twijfel? Dan krijg je hier, ik ga twijfelen. Succes is voor iedereen bestemd. Staat daar succes, staat altijd voor jou klaar. Maar ben jij klaar voor succes?
Snap je, zo kijk ik naar het leven, positief. Elke woord is zijn tegenovergestelde en eentje wat altijd positiviteit uitstraalt. Vanuit het negatieve kan je het positieve leren. Ik geef wat lager, maar ook andersom. Ja, is goed. Niet elke waarheid is een leugen, maar andersom ook niet. Ja? Ik ga jullie een voorbeeld geven. Mijn naam is Benediction, maar mijn paspoort staat Benedict Mensa. Vervolgens stel ik me, zeg ik 3, 2, 1, dit zijn mijn laatste woorden. Ik heet Kevin en ik ga dood. Wie gaan jullie zeggen dat dood is? Benediction, Benedict of Kevin? Wie zal Benediction zeggen hier? Netjes je handen. Wie zal Benedict zeggen? Zal iemand Kevin zeggen hier? Kevin, ik zie één hand. Jongens, we zijn met z'n allen. Probeer mij te begrijpen. Wie zal zeggen Benediction is dood? Ik kijk naar jullie allemaal. Oké, wie zal zeggen Benedict is dood? Ik weet ook niet. En wie zal zeggen Kevin? Ik denk Kevin. IJsland heet ik Felix, heb ik jullie geflasht, dus gelogen in mijn eigen dood. En zo ga jij met je waarheid verder, want je kent mij onder die naam dat ik mezelf heb voorgesteld. Ja, dat houdt in. In die leugen zat de waarheid, want jij gelooft in die waarheid waarin jij hebt geloofd. Daar ga je jouw nieuws verspreiden. Jongens, Benedict is dood, of jongens zegt Benediction. Maar laten we die naam even veranderen naar religie, want daar komen veel mensen in discussie. Ja? Of je nou in boeddhisme gelooft of whatever, dat is jouw waarheid en daar heb ik respect voor. Want ik heb ook mijn eigen geloof en daar heb ik ook respect voor. Maar ja, voordat je ergens in moet geloven, begint het bij jezelf. Maar ergens is het ook andersom. Wat komt eerder, een kip of een ei? Daar is vaak een discussie over geweest. En zo zitten mensen ook in elkaar. Datgene waar je in gelooft, reflecteert altijd, snap je? Er is niet de ene is eerst en de ander is daarna. Nee, die strijd is altijd jezelf. Voordat ik hier nu praat... Ja, al heb ik me niet voorbereid, ik heb me wel voorbereid, want anders praat ik niet. Het begint hier zo, vanuit de inspiratie. Hoe bekijk ik het leven? Ik zie alles als een illusie. Alles. Jullie hebben nooit voor gezorgd dat jullie hier bestaan. Maar het is vanuit de inspiratie ontstaan. Ik blijf nog een klein beetje, 1 minuut, dan ga ik verder. Ja, het is vanuit de inspiratie ontstaan. Het geldt ook voor hetgene waar je denkt. Op het moment dat je het uitspreekt of uitroept, kan je positief gebruiken of negatief. Maar datgene wat bestaat dankzij jou, heeft er nooit voor gezorgd. Dat het bestaat. Maar het komt wel van jou. Zo waar ik naartoe ga. En dat kan je positief voorbij worden of negatief. Als ik iedereen ga vragen hoeveel je met je leven omgaat. Positief of negatief. Wie zegt hier positief? Precies. Of het dan crimineel is of whatever. Hij wordt eindigen positief. En hij zegt maar 1 optie. Dat is een negativiteit ingaan. Maar stel je zo'n crimineel zijn of iemand anders. Hij krijgt kinderen ooit. Hij gaat zijn kinderen niet neerschieten. Hij gaat zeggen jongens. Volg mijn pad niet. Ik gun jullie positiviteit. Probeer elkaar te begrijpen. Ik zeg, hè, ik ga op inspiratie en geen decoratie. Zo ga ik het leven. Ik wil eerst iemand de verhaal begrijpen. Voordat ik ga niet eens oordelen, voordat ik met diegene ga. Uniten. We are the world inspired by the king of pop, Michael Jackson. Al die mensen stonden daar te zingen. Maar die allemaal mensen hebben ook foute dingen gedaan. Snap je? Maar toch stonden ze daar voor eenheid. Dat is mijn laatste speech. Dank jullie wel voor je aandacht. Peace. Nigga, doe niet met je drama. Herken de standaard en de vader. Boek je down voor me, mama. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Dit is geen examen. Dit is geen tentamen. Ik zou je laten slagen. Je moet die eentje verhalen. Baby, come on. Oh, in, oh, hey, check hem in, check hem uit, let's go, allemaal. Hey! Nee! Hoeveel mensen moeten nou zeggen, dat gaan we aftellen. Jullie zijn allemaal survivors, yes. Our survivors, yeah. Okay.
Alleen van mij! Ze moeten nog 10 minuten en dan staan ze al 6 uur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Nog 10 minuten! Oh, ik kan toch klaar maken. Ik kan niet tellen. Face to face in this treasure bar. Another girl's and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. Yo, what the fuck? I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying. It's quite a lot of work. Wij gingen klappen. Wij gingen altijd blijven klappen. Echt, wat een kanjers. Echt zo knap. En iedereen is helemaal onder cold en trillen. En, That's the spirit, bitches. Ja. Nee, gaat er niet uit. Jekel. Nee, grapje, grapje. Nee, maar... You've never met us before. Maar nee, ik vind het echt zo tof. En jongens... Volgend jaar gaan we samen van. Weer. En dan gaan we samen. Gaan we ook samen. Ja. Nou, inmiddels ben ik op stal en ik heb het even testje gereden. Daar is Tess. En Tess heeft heel lang een kreupel gelopen, dus die zijn we nu aan het opbouwen, want die loopt weer goed. Hier is mijn pony. Zeg eens hallo, jou hebben ze lang niet gezien in de video's. Nee, maar kijk, we hebben een nieuw dekje. Deze. En ik ben er echt heel blij mee. En hij matcht bij mijn jas en bij mijn nog de polo. Maar ik heb ook een nieuw tanktop. Ook van de Horse. En die past er ook bij. Daar ben ik, dat vind ik gewoon echt vet, joh. We hebben een setje. Want dit is hetzelfde als die we ook in zilver hebben. Dan wil ik de video ook gaan afsluiten. Dat doe ik samen met mijn pony. Oké, inmiddels ben ik thuis en in mijn nieuwe huis trouwens. Ik ben verhuisd voor de mensen die het nog niet wisten. Maar op stal was de batterij leeg, dus ik moet hier de video afsluiten. Nogmaals, ik heb heel de dag gezegd, volgend jaar ga ik hier ook staan. En dat gaat ook echt gebeuren. Ik heb een team aangemeld, namelijk Saressa Army. En dat is voor iedereen die ook mee wil doen. Natuurlijk ik en een aantal vriendinnen zoals Tessa Bezimmer, Maureen Kap en een vriendin van mij, Anne, gaan ook staan. Wil jij nou ook helpen? Dat zou echt super tof zijn. Dan kun je ten eerste aanmelden om bij ons in het team te komen en ook te gaan staan op een paal. Kom dan gezellig bij de Saressa Army en dan gaan wij knallen voor openheid van psychische klachten. Heb je nou niet de tijd of de zin om dat te doen, dan kun je ook alvast doneren. Elke euro helpt en uiteindelijk het doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen, maar... Elke euro is prima, al doneer je 1 euro, dat is ook goed. Het evenement vindt pas plaats volgend jaar juni, dus dat duurt nog een jaartje. En je hebt nog een jaar de tijd om na te denken of je dat wil doen. Wil je nou wel op de paal staan, aanmelden tot 1 oktober is gratis. Daarna is aanmelden 35 euro. Dus twijfel niet en kom snel bij ons in het Saressa Army team. Ik heb in ieder geval heel erg veel zin in en... Wauw, wat een dag. Het was zo tof om allemaal mensen te spreken en... allemaal verhalen uit te wisselen, maar ook gewoon met bedrijven zoals 1 in 3 en
andere stichtingen te praten en te bespreken eigenlijk wat nou voor ons verstandig is als influencers, hoe wij daarmee om moeten gaan. En eindconclusie, wees er gewoon echt open over, want daar bereik je het allermeest mee. Ook nog een paar hele leuke dingen kunnen afspreken voor in de toekomst met andere stichtingen. En Anne! Cheesecake, Anne! Ja. Oh ja, cheesecake, ijs, lekker! Anne! Ja! Wat is er? Anne gaat ook op de paal staan! Mijn camera doet het nog niet en ik moet hem afsluiten. Ga je naar de Van de Poel? Ja, tuurlijk. Echt? Ja. Serieus? Ja. Serieus? Ja, echt. Mag ik ook? Heb je mijn laptop dicht gedaan? Ik was poepen aan het kijken. Ik ben ook ijs. Maar waarom ben je aan het filmen? Ik moet hem afsluiten. Maar Anne gaat ook op de paal staan. Maakt het toch uit? Nou, schoenen aan, mee. Oké, we gaan ijs halen.